Worden op een groetje kijkt, Dario van Eat Jongens, vandaag wil ik het over een nieuw onderzoek hebben. Wat een echt bizar, bizar resultaat was. Dus het betekent veel voor de... ...voor de niet-naddy, maar ook nerdy community. Dus daar wil ik het straks helemaal uitgebreid over hebben. Er zijn natuurlijk heel weinig onderzoeken die echt kijken naar... ...naar anabole steroïden, omdat er natuurlijk heel veel ethische problemen daarmee zijn. Want je kan moeilijk iemand... Hè, uh, ...gear laten blasten. <laughs> dus daar is weinig onderzoek naar natuurlijk. Maar een nieuwe studie uh, heeft een heel erg bizar resultaat opgeleverd. Maar eerst... Jongens, het is vandaag woensdag dat ik dit film. En overmorgen vrijdag, 24 mei. ga ik even een week naar Italië. Daar ga ik een aflevering Dario Groot opnemen. Dus de bedoeling is dat ik daar. Want ik ga daar ook trainen. Ik heb daar echt een hele fucking sicke gym. Dus daar wil ik zeer zeker mee workout. Ik, ik kan niet wachten. Ik heb er natuurlijk drie, waan, drie maanden vorig jaar gezeten. Dus ik ken de eigenaar goed. En uh, ga daar zeker ook workout filmen. Wordt uh, mooi. Dus er uh, is dus één video. Zal ik daar zeer zeker maken. Met al mijn cheat meals. Hè? Mijn Lean Bulk. Kijk, ik ben nu nog heel goed bezig met de Lean Bulk. Maar we zullen zien hoe het in Italië gaat. Ik ga proberen om het rustig aan te doen. Quilo dico, quilo nego. We zullen zien of het me lukt. <laughs> maar we gaan ons best doen. Oké, okay, vandaag jongens, onderzoek. Ik zal hem ook in de beschrijving posten, dat je zelf ook nog kan lezen. Nou, weet je, nou, niet alleen de apps maar naar hoe het is gedaan. En eh, onderzoeksmethoden, enzovoort, enzovoort. De mensen die dat zin hebben. Maar ik ga hem sowieso in kindertaal uitleggen. En ik wil er nog wel een rent over houden. Als ambassadeur van de nerdy community wil ik het er even uitgebreid over hebben. Oké, okay, jongens. Titel van het onderzoek. Higher myonuclei density in muscle fibers persists among former users of anabolic androgenic, Genetic. Androgenetic... Genic steroids, oké, okay. mondvol. Dat zal voor veel mensen voor jullie Spaans klinken, behalve voor de Spanjaarden onder jullie. Um... Hou was, was een goede opmerking van mij. Als hij Spa Spaans is, dan klinkt het... Is het logisch dat hij het begrijpt, toch? Ah, Voor de Nederlanders die niet Spaans klinken, is het klinkt Spaans. Oké. Okay. De myonucleaire, daar gaan we eerst even. Oké, okay. ik ga zo met dit onderzoek uitleggen wat dit betekent en wat de resultaten waren en wat het allemaal inhoudt. Maar eerst moeten we over een belangrijke term praten. Myonuclea. Wat zijn myonuclea? Okay. Myonuclea, in simpele termen uitgelegd: zijn cellen in de spier. En die uh, hebben heel erg veel bijdrage van de zogenoemde muscle memory. Oké, okay? bijna iedereen van jullie kent wel Muscle memory, toch? En Muscle memory is een, een, een zeer. Dat is ook onderzocht, hè? dat is gewoon een, een, een echt fenomeen. Dus eigenlijk, als jij ooit hebt getraind, hè? vroeger was je gespierd, dan staat er, is dat soort van in het script van de cellen van de myonuclei opgeslagen. Dus als je een lange tijd niet traint en je gaat weer trainen, dan word je best wel snel weer terug gespierd omdat je dus, het is een soort van opgeslagen. Wat ik altijd, hoe ik het altijd uitleg aan mijn cliënten, is dat een soort van, je hebt een soort van checkpoint hebt gehaald. En ook al ga je een tijdje niet trainen, kan je weer heel snel terugkomen naar dit bepaald niveau. Naar een bepaalde spiermassa die je had. Vanwege deze myonuclei. En dus eigenlijk nieuwe spiermassa bouwen, dat is altijd moeilijk. Dus als jij naar een nieuw checkpoint wilt gaan, dat is moeilijk. Dan moet je de final boss verslaan. Je moet die fucking progressive overload boeken. Je moet PR zijn, Je moet. Overload sterker worden, spier worden enzovoort. Maar als je eenmaal die final boss hebt gehaald, dan kun je eigenlijk save game. <laughs> en als je dan een tijdje stopt, dan kun je weer heel snel terug naar die saved game. Oké? Okay. Is belangrijk. Dat is belangrijk. Dus nou bij dit onderzoek, wat is er naar voren gekomen, jongen? Wat is er voor gekomen? Er waren drie groepen. Oké? Okay. Kijk, je kan het hele onderzoek, ga niet te diep in het onderzoek in. Ik wil gewoon hebben over het resultaat. En nogmaals, je kan het opzoeken. Er waren drie groepen: gasten die op dit moment aan de juice waren, aan de saus. Okay, aan de sauswagen. Daar hebben ze het opgezocht, hebben ze getest. Mensen die nooit aan de sauswagen geweest en weer gingen trainen. En mensen die vroeger aan de saus zaten, dus vroeger uh, hebben gebruikt, langere tijd, veel spiermassa daar hebben gehad, niet meer gebruiken, tijd, al een tijd niet meer gebruiken en weer zijn gaan trainen in dit onderzoek. Deze groep, daar wil ik het over hebben. Wat hebben we gezien? dat jij als jij steroïden hebt gebruikt in het verleden, dat dat deels in die myonucleair wordt opgeslagen. Wat betekent dat jongens? Dat jij een voordeel hebt als je ooit hebt gebruikt. Dus als jij ooit in het verleden hebt gebruikt, zul je waarschijnlijk altijd iets gespierder worden en zal je dus eigenlijk waarschijnlijk een hogere Natuurlijke limiet, wat niet natuurlijk is, eigenlijk, hè, want het is in het verleden gebruikt, zou je een hoger natuurlijke limiet hebben dan iemand die nooit heeft gebruikt. Dit is om meerdere redenen belangrijk. Dus wanneer jij ooit hebt gebruikt in het verleden, want je hoort altijd de term, I used, I used to be of I, I used to Run cycle, maar now I train natural, nu, nu train ik natuurlijk, maar dat bestaat dus niet. Je bent op het moment dat jij dus hebt gebruikt, ben je nooit meer natuurlijk daarna. Ook al train je natuurlijk, ook al tra train je op een gegeven moment zonder enhanced products, PAD's, weet je wel, zonder uh, steroïden, wat dan ook, je zult nooit meer NADI zijn, oké? Okay? Dit is cruciaal. Je zult nooit meer NADI zijn, want je hebt een voordeel gehad uit het feit dat je ooit hebt gebruikt, oké? Okay? Dus. De Neddy-kaart van ons, de gasten die lifetime naturel zijn, zoals ik en zoals velen van jullie, is nog. Ons paspoort is nog meer waard geworden. Want dat betekent dat naturel trainen is. Weet je, heeft. Mensen die vroeger hebben gebruikt, hebben dus nog meer een advantage. Ook al zijn ze misschien op een gegeven moment niet meer naturel gegaan. Dit is niet alleen belangrijk voor bodybuilding, jongens, want denken ze eraan. Ik denk nu aan dingen van aan UFC-fighters. Of aan, uh, weet ik van atleten die in het verleden zijn betrapt. Op steroïden gebruikt. En daarna zijn gestopt of wat dan ook. Maar dus dat jij misschien een twee jaar ban gekregen aan het dat... Maar waarschijnlijk hebben zij in die Nuclear dus een voordeel gekregen. wat ze voor de rest van hun leven zullen hebben. Dus niet alleen voor bodybuilding, maar ook dus voor atleten. Dit is best wel belangrijk voor de USADA en WADA en weet ik veel wat, al die gasten, alle dopingsautoriteiten. Want het betekent dus dat je een voordeel voor altijd hebt gehad. als je gebruikt. Oké? Okay? Dus dat, dat vond ik bizar. Ja, dus dat onderzoek wilde ik, wilde ik absoluut even met jullie delen. En ik wil sowieso even een rant houden nu. Aan, aan de hand van dit over natuurlijk en niet natuurlijk trainen enzovoort enzovoort. Want jongen, eerst wil ik zeggen dat het gebruik van anabolen is natuurlijk, bro. Kijk, weet je, weet je waar ik niet tegen kan? Ik geef even renten, ik geef even renten. Heel veel gasten, hè, die, die gebruiken. Die zeggen, oké, okay, weet je, en bijvoorbeeld Mike Isortel. Ik ben een groot fan van Mike Isortel. Ik vind zijn content hartstikke leuk. Maar Mike Isortel heeft dus een, een, een van de dingen wat ik uh, totaal haat als hij dat zegt, <laughs> niet tegen kan, is dat steroïden een cherry on top zijn op de taart. Motherfucker, steroïden zijn de halve taart. Misschien wel de hele taart, ouwe. Heb je gekeken? Heb je gekeken naar iemand die een IRB Pro op een open gewichtklasse bodybuilder, een Phil Heat, een Kai Green, een Big Rami? Heb je naar hun gekeken en weet ik veel naar iemand van mij of een, een naturele bodybuilder? Bro, daar staan drie vier keer zo groot zijn die gasten. We hebben het hier niet over twee drie kilo spiermassa, we hebben het hier over 40 50 kilo spiermassa meer. Hoe bedoel je cherry on top, weet je wel? Dus uh, het is dag en nacht verschil van hoeveel het uitmaakt als je Performing Enhancing Drugs gebruikt. Dag en nacht verschil. Waar ik nu heen wil, en dit wordt het controversiële wat ik ga zeggen. Dit is controversieel en ik, uh, en ik, ik weet al dat er heel veel van jullie nou gaan zeggen, Dario, hoe kun je dat zeggen? Hoe kun je dat zeggen? Maar ja, als je op mijn video klikt, ouwe, dan krijg je altijd mijn mening, ja? Altijd eerlijk. Dus dit is mijn mening. Ik zou nooit als naturele lifter, die advanced wil zijn in naturel liften, Advies aannemen van iemand die gebruikt. Ik zou zelfs geen advies aannemen van Wesley Vissers. Laat de haat komen. Laat de haat komen. Jongens, ik hoop dat Wesley Vissers wint. Ik hoop dat hij van Chris, Chris Bumstead wint. Dat zou heel goed voor Nederland zijn. Ik, ik, ik kijk de show als een entertainment-factor. Ik vind het leuk om te kijken, weet je wel. Van ik hoop dat hij wint, weet je. Uh, hij, dat hij wint van Uri. Kijk, hij heeft natuurlijk het Arnold's gewonnen. Nou, ik hoop dat hij Chris Bumstead verslaat. Dat hoop ik voor hem. Maar. Dat is een verschil van een hopen van: hey, Wesley Vissers win. Of Wesley, geeft mij advies hoe ik een advanced naturele lifter kan worden. Want wij, jongens, kijk, Wesley weet het helemaal niet, want wie ben ik? Wie ben ik? Maar Wesley, Wesley Vissers en ik zaten in hetzelfde jaar van onze minor, de HBO. Dat is denk ik fucking, weet ik veel, 7, 8 jaar geleden of zo, ik weet niet meer. En um, toen was hij al, weet je, toen werd hij al vergeleken met Arnold en zo, weet je. Dus toen was hij al, weet je wel. Een, een bekende man, nu is het natuurlijk veel bekender. Maar hij heeft zijn hele leven bijvoorbeeld gebruikt. Chris Bumstead gebruikte vanaf zijn achttiende. Zij kunnen niet voor een natureel persoon zeggen wat het beste werkt voor een naturel persoon, want de spelregels zijn anders. Jongens, de spelregels zijn anders. Wij kunnen niet zomaar alleen maar de dosis verhogen of weet ik voor wat en daarmee hopen dat het beter wordt. En ik weet niet, dit is blijkbaar controversieel als ik, het ze als ik dit zeg. Maar natuurlijk liften, wij moeten heel veel anders nadenken over onze training, over onze progressive overload. Over... Zij kunnen niet weten wat wij moeten doen om na 10, 15, 20 jaar te verbeteren, want dat weten ze niet. Wij kunnen niet gebruik maken van 7000 verschillende andere producten. En, en, en vascularity en weet ik wat, allemaal uh, fucking poepproducten die. Een edge geven, een voordeel geven, dat hebben wij niet. Dus, ik kan gewoon met mijn kop er niet bij dat veel van jullie zoveel advies willen hebben als jullie naturel zijn. Kijk, jongens, als ik een bodybuild wedstrijd zou doen en ik zou enhanced zijn en ik zou een IFBB pro willen worden. Hè, dan zou ik zo naar Wesley, dan wil ik alles weten wat Wesley doet, alles. Oké, okay? en zijn coach en Chris Bumstead en zijn coach. Weet je wel, Haniel, Haniel, die coach van fucking Chris Bumstead. Dan wil ik alles weten. Maar we zijn een, we zijn een andere sport aan het doen. Wie van jullie kijkt hou, weet je wel? Een van de top naturele bodybuilders. Niemand. Het is Natuurlijk. Niemand vindt dat interessant. Het is geen freak. Of ja, ik vind het een freak, want natuurlijk. Maar in de IFBB Pro-standaarden is het geen freak. Snap je? Dus dat is dat is mijn mening. Waarom kijken jullie niet naar advanced Naddie lifters voor Naddie advies? Als je natuurlijk bent, tuurlijk, als je gebruikt, dan wil je dat, dan moet je naar hun luisteren. Absoluut. Maar. Of het moet iemand zijn die natuurlijk. Eerst een. een Fantastisch fysiek heeft gebouwd. 15, 20 jaar naturel gelift. Beste fysiek heeft een Insane fysiek heeft gebouwd. En dan is gaan gebruiken. Anders. Hoe kan die weten wat voor naturele lifter het allerbeste is? Ik weet niet. Ik, dat is mijn rant. Dat wilde ik zeggen. Ga ik natuurlijk... Voor, gaan heel veel mensen overhaat en wat dan ook. En weet je wel. Van, hoe kun je dat zeggen? Dat is mijn mening. Ik kan me niet wat jullie daarvan vinden. Er zijn nog nooit zoveel gebruikers geweest als op dit moment. Ja. In Nederland, Engeland. Eh, eigenlijk... Volgens mij in de hele wereld, maar ik weet de statistieken van Nederland en Engeland in ieder geval. Recente onderzoeken. En dat het super schadelijk is en dat, dat, dat je het absoluut niet moet doen, lijkt mij vrij logisch. Alleen de meeste gasten die denken, en dat is, dat is helemaal fout. De meeste mensen denken nog steeds, en ik heb dat vroeger ook gedacht, dat je naturel geen goed fysiek kan bouwen. Gewoon een, een average fysiek. Je zult altijd een beetje smal zijn in kleren, je zult altijd een beetje dun. De... Dat is zo niet waar, jongens. Dat is zo niet waar. Je kunt naturel echt een fucking ziek fysiek... Behalen. Ja, tuurlijk, je kan geen Mike O'Hearn, <laughs> Simeon Panda, weet ik veel, al die fucking sleazy fucking snakes. Maar ik volg echt al die top bodybuilders in de naturele uh, wereld en die hebben een bizar goed fysiek. mooier fysiek, een beter fysiek dan heel veel gasten die gebruiken. Nou heb ik sowieso, ik vind vaak een fysiek, van mensen die gebruiken, vaak niet mooi, die rode fucking huid, die fucking bloeddruk die door de... ...through the roof is, laat het niet hebben over, over eventueel acne en al die dingen... ...maar gewoon hoe het eruit ziet, gewoon die rode fucking huid alsof ze permanent verbrand zijn. Ik vind het persoonlijk vaak geen esthetische look. Ik vind een naturele silver era look, hè, vind ik veel mooier, weet je. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Ik snap dat dat hè. Dus, uh, de, dus, uh, over smaak valt niet te twisten, zullen we zeggen. Maar goed, maar wat een feit is dat je nog steeds echt gespierd kan worden, natuurlijk. Ja, naturaal kun je vaak gespierd worden. Ik krijg, er was toevallig een cliënt van mij die uh, trainde met een paar vrienden en die zei van ja, ik word begeleid door iets Static, door Dario iets Static. Uh, en toen zeiden die vrienden van hem blijkbaar tegen hem van, ja die Dario die kan, no no way zijn. kan no way naturaal zijn, kan no way naturaal zijn. Zij zei die cliënt van mij, zei maar dat moet je als een compliment zien, toch? En ja, enerzijds moet ik dat als een compliment zien van, hé, hey, mensen denken dat ik gebruik, terwijl ik natuurlijk ben, dat is zeker een compliment. Maar wat ik, wat ik niet tegen kan, als mensen dat zeggen, is dan, dan zeggen ze dus eigenlijk ook dat ik lieg. Dan noemen ze me ook, ook tegelijkertijd een leugenaar, want ik claim natuurlijk. Jij zegt, daar is niet natuurlijk, dus je noemt me een leugenaar, en daar kan ik dan. Oh je bekjest, je hebt geen idee, teringhond, tuurlijk. Als er één ding is waar ik niet tegen kan, is het fucking liegen. Maar goed. Um, maar wat ik ermee wil zeggen is. natuurlijk kun je zelfs mensen laten denken dat je gebruikt. Oké? Okay? Dus. Hè? Alsjeblieft gebruik niet. Alsjeblieft gebruik geen anabolen. En. Pas op met naar wie je luistert als ze gebruiken. Zijn er gasten die fantastische informatie kunnen geven. ook al zijn ze enhanced? Absolu Absoluut. Absoluut. Die eerst een fantastisch fysiek natuurlijk behaalt, behaald. wat dan ook. Alles erop en eraan. Um, maar wees. Weet je wel. Wees er een beetje bewust van als jij natuurlijk bent. Hey, train natuurlijk met naar welke persoon jij luistert als ze gebruiken. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Als je me daar voor haat wil geven, doe het. I don't care. Kun jullie allemaal? Moet jij nog iets zeggen, Roos? Moet jij nog iets zeggen? Niet aan de anabole gaan. Zien ze het hoeveel En als je Spanjaard bent, dan begrijp je alles. Wat als je Spanjaard bent, dan begrijp je alles. Heel goed gezegd, man. Anyway, jongens, ik ga naar Italië. Oh, ik ga zoveel pizza eten. <laughs> nou, ik ben nou in de, tussen de 91 en 92. Schommel ik de hele tijd. Dus 195, 197, 194. Vanochtend 199. Ik ben echt benieuwd hoe ik over een week terugkom. Godverdomme. <laughs> zoveel zoveel pastichot. Zoveel fucking pizza. Oh, wat. <laughs> ik gaan mijn kracht testen. God ga mijn kracht testen. Anyway, was de fucking video. Dat was mijn rent.